Attentie, stilte graag. En actie. Nou, we zijn al bij Hemrik in Stoeterij Het Zwarte Paard. En nou, daar filmen we een aantal weken. Nou, een paar dagen, een paar weken weer een paar dagen. En dit is steeds maar natuurlijk wel een beetje de entourage van de rieke familie. En we hebben bij mij op de boerderij filmen. En dat is de eer, mijn familie. Rijt zit. Ja. Pas snel de baan op met hem, hè. Dat is de jongen zaterdag winnen. Deze eerste koers. Nou, wat denk je? Waarom hebben wij paarden? Nou, dat is wel even natuurlijk zo'n crew die hier in een rondloopt en een klein beetje je bedrijf in beslag neemt. Dat is wel even wennen, maar het speelt goed in elkaar in. Alleen, ja, je hebt met levende haven te maken, dus dat moet je even een klein beetje hier en daar een beetje bijsturen. Maar ja, op zich is het natuurlijk hartstikke mooi dat je bedrijf ook zo'n klein beetje de picture komt. Stel de baan op met hem, hè? Hè? Deze jongen moet zaterdag winnen, tijdens deze eerste koers. Hé, jongen? De serie gaat over twee hiersten families, rieke familie en arme familie. En die knokken om loon en om hinders. Spaar je erin met voor het echtwaar? Dat helpt je dus echt wat kunnen zijn, hè? Dat zijn wel gekke dagen, omdat de 16 afleveringen maatje moest in 44 dagen. En dat lijkt wel ver steeds, maar dat heeft een maatje maar beschikbaarheid van mensen. En aan de andere kant, als het te lang doorstelt, dan kost het te volle. Dus we zitten er wel bovenop. En ja, dus heeft elke dag een soort van helst het of helst het net. En dan moest het helden. En dan moest Sanona misschien eens een shot neerzetten. En dat worst eigenlijk net, want dan moest concessies eraan. Dus dat is steeds maar het gevecht. Het gevecht tegen de tijd. Ja, de dieren die reageren er niet echt raar op, hoor. Die zijn wel publiek gewend. Paarden komen natuurlijk ook uit in shows en demonstraties en zijn gewend om wedstrijden te lopen. Dus dat valt wel mee. Welke scène gaan we eerst rijden? Dat zij in de stal komt met... Ja, de kennismaking met Diamant, Diamond. Oh ja, oké. Okay. Ja, Renske Wiera is de absolute hoofdrol, Ralf Wieke Wiersma. Komt uit de musicalwereld, het Jern bij Van den Ende spelen en nog. En die hebben wij... Die hebben loskocht, losweekt. Heel stoer. En die speelt dus de hoofdrol. En musical, dat is de eerste lange opstartperiode van een Pimwan. Dan heeft de première en dan draait hem een keer als 100. En hier is het echt opstart, try-out, première in je loeren. Het is gewoon repeteren, dwan en opnemen. Het is strak voor lul, ik heb een paar vriendjes uitgenodigd, dus je zorgt dat het klaar is zaterdag. Hé, zit, ja, paar met de boven, dus... Ja, we hebben een soort Hollanders in de serie, maar dat valt dan ik dan wel mooi. De helft van die Hollanders die praat Fries of probeert heel goed Fries te praten. Dat ben de A-voeken, zeg maar. Dus die hoef ik niet perfect Fries te praten. Dat broeken we dan maar gewoon, importfriezen. En er binnen een peer die verrekkert. Maar ja, goed, dat binnen dan ik de bad guys. Dat snap. En dit is de Sjenne van nou november op Omroep Friesland. Sjenne. Doei. Doei.